We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit de Amsterdam Arena. Mijn naam is Evert de Napel. Vandaag spelen tegen elkaar FC Groningen en Heerenveen. Met deze formatie stapt FC Groningen het veld op. Ik tel 3 aanvallers in de opstelling. Hoe verwacht jij dat dit gaat uitpakken? Nou, het zal er een beetje aan liggen of de 3 middenvelders het middenveld kunnen domineren. Even. Als dat het geval zal zijn, dan geef ik ze zeker een kans. Sportclub Heerenveen gaat in deze opstelling van start. Dit elftal speelt 4-3-3. Dat is jou niet vreemd, hè? Nee, voor een centrumspits is het heerlijk om bediend te worden via de vleugels. En wij in Nederland kennen dit systeem natuurlijk als geen ander land. De Amsterdam Arena heeft vooral in de beginfase nogal wat kritiek te verduren gehad. De akoestiek zou niet deugen en er waren wel wat problemen met de grasmat, hoor. Ja, klopt even. Maar laten we daar nog maar eens over ophouden. Volgens mij hebben ze dat probleem nu verholpen. Het is gewoon een van de modernste stadions ter wereld en het grootste van Nederland klaar. Na de oprichting in 1971 heeft FC Groningen de nodige financiële strubbelingen gekend. Ja, maar in de afgelopen jaren heeft de club zijn zaakjes goed voor elkaar. Ze hebben een mooi stadion en draaien de laatste jaren toch goed mee in de subtop. Jasper de Waard blaast vandaag op het fluitje. Er is afgetrapt. Laten we hopen op een leuke pot. Wijker, Van Aken. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Komt dan nu de voorzet. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Van Aken. Bal retour afzender. Larsson. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Bahi. Mooi breed gepaast. Mooie bovenbal richting de tweede paal. Dat leek een goede paas, maar helaas. Larsson. Ze mogen ingooien. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Mahi. Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Wie weet levert dit een kans op. Hiarie. Poesem! Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner.
krijgen een hoekschop. Die bal is weg, maar waar komt hij terecht? Larsson. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De bal rolt ongehinderd door. Gestopt door de verdediging. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Schaars heeft de bal. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. En die gaat meters naast. Schaars heeft de bal. Mogelijk een goede kans hier. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Nou, ik had nog meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Hoessen. Wat een leuk balletje was dat. Stuit op de verdediging. Dit is Schaars. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Superieure balbehandeling. De bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Schaars heeft de bal. Dit is een lekkere pas hoor. Hij schiet. Goed. De bal komt op zijn kop terecht. De keeper redt op fenomenale wijze. Corner. En dan kan het spoken worden door. Alles over de lijn ingooi. Zo, die heeft haast. Wat een snelle ingooi was dat. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Goeie ingreep. De aanval wordt onschadelijk gemaakt. Bahi. Brian Linssen. Waterboer. Larsen. Brian Linssen. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Daar is het schot. De keeper ziet de bal hoog over zich heen zeilen.
Goed idee zo over de flank. Springt over hem heen. Prachtig om te zien. Nee, die bal komt niet aan. Daar wordt een stokje volgestoken. Geen risico hoor. Weg met die bal. Mahi. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Hij schiet. Een enorme afzwaaier, wegkans. Die actie gaan we nog eens bekijken. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Wie pakt die bal op? De verdediging steekt er een stokje voor. Wijker. We gaan rusten bij 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Deze derby is na 1 helft volkomen in evenwicht, Juri. Ja, werk aan de winkel voor beide trainers in de rust, Evert. Ik ben benieuwd of de ploeg in de tweede helft wat aanvallender voor de dag komen. We hebben weer afgetrapt voor de tweede helft. Ben benieuwd wat die ons te bieden heeft. Diarié. Davidson. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij doet wat hij moet doen en haalt de angel uit die aanval. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. En dat is de dreiging, maar heel goed ingegrepen. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Brian Linssen. Mahi. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van Poessen. De keeper heeft hem. Een corner. En wie gaat hem nemen? We krijgen een wissel. Daar komt de voorzet. Mahi! Nee hoor, dit is geen doelpunt en dus ook geen voorsprong. De stand blijft nog even gelijk. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Brian Linssen. Wie weet levert dit een kans op.
Die voorzet was gewoon een cadeautje voor de verdediging. Er komt de wissel aan. Hij staat er niet alleen voor. Slechte voorzet, zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Wijker. De bal wordt naar voren gewerkt. Vrije trap. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. De bal rolt ongehinderd door. Waterboer. Er staat een wisselspeler klaar om in te vallen. Ze krijgen een inworp. Er komt de verse kracht in. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Dat levert gevaar op zo'n schot. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. Hij heeft de bal klem vast. Hij schiet. De keeper redt. Dat is een hoekschop. Die verdediger bewijst zijn ploeggenoten een enorme dienst door de bal net van de doellijn te tikken. Daar is het schot. Goed gedaan van de doelman. Schaars in balbezit. Doorgetikt. Die voorzet draait naar binnen. Henk Veerman, een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Meer dan een doeltrap weet de ploeg er niet uit te halen. We gaan een nieuwe speler krijgen. Larsson. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen.
goede passeerbeweging. Hij zoekt naar ondersteuning. En het schot. Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Wordt dit een wedstrijd van de keepers of gaan ze nog wat doorlaten? Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Mogelijk een goede kans hier. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paas komt aan. En dan kan voetbal toch zo simpel zijn. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. Mooi gedaan. Hij verliest de bal. Maakt zich wel in. Dat is een vrije trap. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. Probleemloos rondgespeeld. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Er is helemaal niemand. Nog maar 1 minuut te gaan. Wie weet levert dit een kans op. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Schaars! Goeie 1. Daar zal eens de beslissing kunnen vallen. Dat had nog beter gekund. Davidson. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Schot gelost. Ai, ai, ai. Wat een kans. Hij had er echt in gemoeten, Jury. Ja, in zo'n situatie moet je de rust bewaren. Dit was veel te gehaast. Ik denk dat deze speler 's nachts nog wel eens even wakker wordt van deze gemiste kans.
En zo begint dus de verlenging nadat 90 minuten geen beslissing brachten. Deze spelers voelen elkaar vandaag uitstekend aan. Geen paas die mislukt. Mooi om naar te kijken. Schaars heeft de bal. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De bal rolt zo naar de keeper. Davidson. Mooi om te zien zoals ze die bal rondspelen. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Henk Veerman. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus. Over de lijn, ingooi. Dit is Schaars. Deze spelers lijken elkaar vandaag blindelings te vinden. Complimenten ook aan de trainer hoor. Oh, dit kan een kans worden. Hij heeft meerdere opties. De voorzet komt eraan. Die bal belandt bij een tegenstander in plaats van bij een medespeler. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Mogelijk een goede kans hier. Aanval afgewend met een scherpe tackle. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. Dat was de eerste helft van de verlenging. Nog een kwartiertje voetbal. Hier heb je hem weer. Mahi. Tibbling. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ja, lekker zo'n tackle op de flank en dan weer balbezit. Henk Veerman. Goede passeerbeweging. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nee, die voorzet komt niet aan. Ze zijn de bal kwijt. Bereikt die voorzet een medespeler? De voorzet belandt in de handen van de doelman. Mooi voetbal waarbij de doelman ervoor zorgt dat de wedstrijd tot in evenwicht is. We hebben nog maar 8 minuten over in de tweede helft van deze verlenging. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Later is Henk Veerman. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. We hebben nog een krappe 5 minuten te gaan in de tweede helft van de verlenging.
Bal retour afzender. Tibbling. En hij is de bal kwijt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Goed geplaatst. Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. De verlenging is voorbij. We gaan naar de strafschoppenserie. Tijd voor de eerste penalty. Door die korte pauze in zijn aanloop zet hij de keeper op het verkeerde been. Ja, en toen was het kansloos. Zo te zien blijkt hij niet van zelfvertrouwen. Je zag hem al aarzelen en dat is een slechte betekenis. Ja, je moet niet twijfelen. Je moet zeker zijn van je hoek. Hij loopt aarzelend naar de bal. Hij hield even in, waardoor de keeper te vroeg reageerde. Ja, en daarna kon hij hem er zo in schuiven. Zelfvertrouwen. Hij zet hem weer op het verkeerde been. Hij hield even in tijdens de aanloop. Ja, en die keeper die hapt al. De bal komt op de mat en gaat over. Dit kan de trap van de wedstrijd worden. Ja, en nu is het zaak dat hij zijn hoofd inhoudt even en dat hij de druk aankomt. Dat was de winnende penalty. Ja, zeer goed ingesproken.
doelpunt nu vanuit een andere hoek.